Rozen van 14 kon haar slaapkamer niet meer uitkomen. Ze kon gewoon niet door de deur. Overgewicht komt steeds vaker voor bij jongeren. Het is een heel ernstig probleem. Want ja, dikke kinderen worden dikke volwassenen. En dan is afvallen heel erg moeilijk. Nou, dit hier zijn de ouders van Rosa, mevrouw. Hoe heeft dit zover kunnen komen? Nou ja, wij wisten eigenlijk van niks. Want ze zat de laatste half jaar alleen maar in de kamer met de deur op slot. Dus wij hadden echt geen idee. Ze was vroeger trouwens heel slank, hoor. Ja? Ja, heel, heel gewoon, heel dun. Laten we even kijken. Survival tip 9. Als je last hebt van hoogtevrees, eet dan vooral niet te veel. Dat die man daar ineens weer was. Ja, maar als die man Johnny Depp is, dan is hij wel weer lekker. Karin! Hey! Goeie film, hè? Zijn we laatst ook naartoe geweest. Johnny Depp is zo sexy. Ja, klopt. Dat vindt Roos ook. Ja, vooral bij die deur. Zullen we een patatje gaan eten? Doe niet zo duf. Je bent toch niet bang voor een paar vetrolletjes? Ha, nee joh. Je bent de dus van ons allemaal. Oh, Miss Piggy. Nou, kom. Ga mee. Maar we gingen toch met z'n tweeën de stad in? Ga maar, als jij wil. Ja? Zeker? Heel zeker? Ja. Oké, okay, zie ik je morgen goed? Tot morgen. Doeg. Nou, bedankt, Karin. Zo. Goed zo. Roos. Ik heb al 3 boterhammen met kaas gegeten toen ik thuis kwam. Eet nou lekker op, het is hartstikke gezond. Er zitten vitamine in, heb je ook nodig. Schat, je bent in de groei. Ja, in de breedte, ja. Mag ik dan alleen de groenten? Oké. Okay. Eva. Quinten. Heb jij er vertrouwen in? Ja? Lucas. Rosa. Eva. Zo, dat heb je ook wel eens beter gedaan. Joris. Lekker dan. Nou, er is nog niks verloren. Hm? We hebben nog een paar maanden. We? Hoezo we? Romy. Ja? Schrikt het? Ja, kom binnen. Tuurlijk. Dames en heren. Ik wil jullie voorstellen aan jullie nieuwe tekenleraar, meneer Meijer. Hallo. Zeg maar gewoon Sam, hoor. Ik denk dat meneer Meijer beter is. Ja. Iedereen die voor tekenen heeft gekozen. Donderdag krijgen jullie mij voor het eerst. En om jullie beter te leren kennen, zou ik het leuk vinden als jullie wat plaatjes, foto's, knipsels meenemen. Om aan te geven wat kenmerkend is voor jouw persoonlijkheid. Mag van alles zijn, hè? Knippen, plakken, verven op de computer. Zolang het maar persoonlijk is. Gaat dat lukken? Ja. 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 Mooi. Graag jullie rapporten nog deze week. Getekend retour. Ah, ja. En vergeet je huiswerk niet. Dit ben ik dus. Dikke ik. Ik heb toch vast mooiere foto's? Nou, niet dus. Ik heb alleen maar rosa puddings. Want ik ben een rosa pudding. Je mag ook knippen, zei Sam. En hij zei, je mooiste zelf.
Kom op, Bladokie. Opstaan. Huh? Opstaan, Luilok. Hi, schat. Dus. Jij wil mij worden. Als je dat echt wil, dan kan dat, meid. Maar dan moet je wel eens voor over hebben. Dus. Voor over hebben? Zoals? Wat doe je dat toch allemaal? 8 kilo. Minstens 8. Ja, als je mij wil zijn. Stop aan een nieuw been. Ja, punninkje. Wil je naar mij zijn of niet? Jawel. Roos, kom op! Nou, dan gaat er 8 kilo af. Oké. Rosa, we staan hier met z'n allen op jou te wachten. Ah. Roos, ik breek die deur open. Kom op, ik wil echt dit... Hi. Waarom duurt het nou zo lang, Rosa? Rose. Rose? Ja, zo heet ik vanaf nu. Waar blijft trouwens jouw rapport? Dat had je deze week toch moeten krijgen? Ah! Mama! Het ligt in mijn kluisje. Ik neem het morgen mee. Ben jij zo, ja? Ja, lekker zomers. Lekker zomers? Ja. Kijk, hier kun je nog veel meer doen. Wel stoppen met roken, hè? Checken. Leuk. Stekenles, hè? Ja. Mooi. Hey, goed werk allemaal. Nu wil ik dat wat die tekening of plaatje bij je oproept, gaat verwerken in een logo. Dus vind je jezelf flamboyant, probeer dan iets kleurrijks te maken. En vind je jezelf stoer, dan probeer je iets stoers te maken. Ja, meid, het hoort erbij. Wauw! Mag ik die nog een keer over? Hé, Rosa. Rosa. Hij is leuk, hè? Hé, hey, Sam. Het is echt een lekker ding-ding. Volgens mij houdt hij wel van dunne meisjes. Hoe weet jij dat nou? Dat weet ik gewoon. Nog even volhouden. Dan word je mij. Dan wordt gewoon alles wat je doet leuker. Doei, Sam. Doei. Koken is oorlog! Mm-hmm.
Ik ga wel. Nee. Je blijft hier. We hebben het hier uitgebreid over gehad. Hij moet gewoon leren, als hij huilt, dat hij niet steeds op zijn wenken bediend wordt. Maar het is een baby. Ga maar. Kom op, Helene. Dan kunnen we dit even vooraf aan beginnen. Alle boeken zeggen dat we één lijn moeten trekken. Ach man, trek die lijn toch even lekker door jezelf heen. Ga je hier nou zitten lachen? Ja, sorry. Mag ik niet meer gelachen worden? Mijn god zeg. We moeten gewoon één lijn trekken, Helene. Alle boeken zeggen dat. Luister eens even. Je zit de hele dag op je werk en dan kom jij s'avonds even lekker vertellen hoe het moet. Hé, hey, Appie. Gewoon niet luisteren. Grote mensen die maken zo de ruzie. Hier. Moet je eens luisteren. Dat is echt een vet nummer. Kijk. Kijk nou wat je doet, Roos. Het is toch smerig? Moet je nou kijken, Roos? Ben je helemaal gek geworden? Kom maar. Ja, zo. Ja, mannetje, kom maar hoor. Zo. Lever dat ding trouwens maar in. Pik je dat? Weet je wat jij doet? Zet me maar water en brood. Oké, dan, Rose. En door. Bind me maar met kettingen aan de muur. Nee. Ik ben nog iets veel beters. Martel me maar. Breng me niet op het idee, hè, dame? Dan onthaar ik je apenlijf. Sorry, wat zeg je? Net pleisters. Yeah! Als jij je niet een beetje gaat gedragen hier, dan lever je je computer ook maar in. Wat? Sorry? Je hoorde me wel. Hou vol. Ik hou je in de gaten, hè? Kom maar thuis aan. Goed, Roos. Ja, dat was best goed, ja. Nou, Rosa. Indrukwekkend, zeg. Roos. Wat? Ja, ik heb mijn naam veranderd en binnenkort komt de rest. Oké. Hier, ik heb iets. De merel zingt, terwijl jij blinkt. Hier aan mijn zij... ben jij heel dichtbij. En ik heel blij. Voor wie is dat? Voor jou. Wat lief. Hier, wacht. Kijk. Ik word dichter. Dan kom ik dichter... dichter bij jou. Goed, hè? Zo, Joon. Jij hebt echt wat je wil. Wist ik dat maar. Roos van Dijk, zet nou echt wat je wil. Ja, is wel een dag voor niks gedieet, hè? Nou, ik dacht, als je de E en de H kleiner maakt, dan krijg je dit. En ja, dit kan eigenlijk voor alles, dus dat vond ik wel leuk. Oké. Nou, dankjewel. Rosa. Dank je.
Wow. Mag ik een zonnebril? Dit is erg overtuigend. Sterk beeld. Heel oldschool. Zie hier. Doe jij aan graffiti? Nee. Nee? Nou, ik wel. En ik vind het heel goed. Nou, je moet ermee doorgaan. Dankjewel. Pik. Nou, ik ben Rick. Ik hou van koekjes. Dus vandaar. Hé, hey, graffiti is kunst, hè? Ik word kunstenares. Kunstenares in het geheim. Wow. Maar kan je dat dan al? Nee, maar Sam wel. Wie is Sam? Mijn tekenleraar. Ik ben de nieuwe Rose. Stoer, cool en nergens bang voor. Een half kilo eraf. Goed hoor. Nou, meid. Dat was deze vast ook weer. Ja, er is een verschil in de street art. Ja, want één is mooier. Ik snap het niet. Nee, het gaat niet om mooi of slecht. Het gaat om lef. Ik kan het even nog. Het gaat echt om de moeder. Oké, fijne vrijdag allemaal. Ciao. Zeg het eens. Ik wil graag graffiti maken. Ken jij de regels? Het mag niet. Laat ze wat zien. Wow. Dat is echt goed. Heb je nog meer? Ik heb het allemaal zelf gemaakt. Kom maar. Deze is heel goed. Heb je al wat spots ontdekt? Spots. Plekken waar je kan spuiten. Nee. Maar ik kan je een keer wat laten zien als je wil. Heb je die vandaan? Waar jij het verstopt hebt.
Dus je vindt het normaal mijn kamer zomaar te bezoeken? Nee, dat vind ik niet normaal. Maar jij laat mij geen keus. We kunnen hier heel moeilijk over gaan doen. Dat kan heel makkelijk. Huiswerkklas, ik kan je zakgeld inhouden. Kostschool, handen vakken, duivel uitdrijven. Dat kan heel makkelijk. Dat is een stuk moeilijker natuurlijk. Sorry? Sorry? Alexander, waar heb je het over? Waarom ben je zo anders? Waarom ik anders ben? Ja, waarom doe je zo? Nou, omdat ik ben wie ik ben. Goed, Rose. Hey, Neil. Waarom ben je zoals je bent? Omdat ik niet anders ben, Alexander. Ja, 2-0. Was je bang dat we boos zouden worden? Heb je daarom je rapport verstopt? Bang. Bang. Ik ben niet bang, hoor. Ik ben Rose. Nieuwe stijl. Die cool is. Die niet bang is. No fear. Be brave, snap je? The magic is in the doing. Dus. Dan weten jullie dat ook weer. Ja, dan weten jullie dat. Nou, ik geef het op, hoor. 3-0, meid. Zet jullie ook nog even een handtekening? Hè? Er is hier toch niks meer aan te doen. Niks meer aan te doen. En de winner is... Rose Van...